zo heel nonchalant zo van. Kijk, ziet het er weer mooi uit. Prachtig. En dan komt het helemaal Gert. Goed. Ik kom het helemaal Gert. Nee, dan komt het helemaal Gert. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Nieuwe vlog? Het is helemaal geen vlog. Het is een video. Maar ik ben zo gewend om vlog te zeggen, dus dat zeg ik. Maar dat kan natuurlijk niet in deze tijd, want ik kan niet naar buiten. Dus ik heb besloten om kookvideo's te maken. En wat voor kookvideo's? Makkelijke kookvideo's, gezonde kookvideo's en niet te lang in de supermarkt doorbrengen, want dat is niet echt fijn in deze tijd. En hoe doe je dat? Door vers pakketten te kopen. Bijna alle ingrediënten zitten erin, zodat je je pakket pakt, de ingrediënten die erbij moeten en dan kun je direct weer uit en heb je toch een gezonde en heerlijke maaltijd. Nou, ik heb al een paar gemaakt en deze keer heb ik gekozen voor de Mexicaanse burrito. Nou, hartstikke lekker lijkt me dat. En ik zal even laten zien weer wat erin zit. Natuurlijk de paprika. Super lekker, super gezond. Dan hebben we, ja, mijn favoriete ingrediënt, de knoflook. Gelukkig. Yes, yes, yes. Zit erin. Met daarbij natuurlijk een ui. Ook altijd goed en gezond en lekker. De courgette. Dan hebben we nog 2 tomaatjes. Er zit nog een bouillonblokje in. Natuurlijk de kruiden. Nou, ik noemde het net al, zure room. En ja, de burrito's natuurlijk. Dus nou ja, dat is het alweer. Dus natuurlijk vergeet ik weer de olijfolie. Want die is er altijd bij. Oh, hij staat voor mijn neus. De olijfolie natuurlijk. En deze keer de kipfilet. Zoals men zegt, je moet vaak je handen wassen. Nu extra vaak. En nou ja, dat doe ik ook netjes. Dus we gaan beginnen met de paprika. Dan ben ik op zich wel benieuwd. Welke paprika vind jij eigenlijk lekkerder? De groene of de rode? Even kijken hoor. We moeten natuurlijk wel weer een stukje proeven. Nou, dit was de paprika. Lekker. En ik blijf het zeggen, ik ben geen kok. Ik probeer gewoon met de meest simpele middelen een beetje gezond en lekker te eten. Ja, dat is in deze tijd is dit gewoon hartstikke lekker. En ook als je een beetje koken wil leren, dan het scheelt je zoveel zoektijd. En er staat precies wat je moet doen. Dus als je niet zo van koken houdt en je hebt nu de tijd, dan is dat natuurlijk ideaal. Hupsiekee. Lekkere knoflook. Dat is de eerste bak. De courgette is ook alweer in stukjes. En als laatste de tomaten. Het is toch echt super simpel, hè? Het voordeel is ook dat je gewoon niet precies hoeft te zijn. Hou je van grove stukjes, doe je het gewoon wat grover. Hou je van kleine stukjes, doe je het wat kleiner. Eigenlijk kun je er altijd wel een heel klein beetje je eigen draai aan geven. En dat vind ik wel heel fijn. De volgende stap, we gaan de wokpan weer aanzetten. Mijn favoriete pan, de wokpan. Even heet laten worden en dan doen we de olijfolie erin. Een scheutje. Maakt niet zoveel uit hoeveel. De pompel. Zo, dat is wel zo heel nonchalant zo van. Gaat heel goed. Gaat goed, hè? Nou mag ik deze natuurlijk niet meer gebruiken. Nee, dit is vies. Maar gelukkig heb ik er meerdere. De kipfilet erin. En deze gaan we even 5 minuutjes warm
warm zijn zo gauw, maar een beetje bruin laten worden. De kip is lekker bruin, kijk maar. Nou, lekker bruin, 5 minuutjes aangebakken. Dan gaat de rest van de groente erbij. Hier houden we van. En dat moet dan een paar minuutjes meebakken. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik gebruik als ik dus zelf mijn eten maak, of ons eten maak, dan gebruik ik geen zout. Ik gebruik wel heel veel kruiden en een beetje peper, maar helemaal geen zout. Nou, wat mij is opgevallen in die verspakketten, is dat er zitten natuurlijk kruiden bij en bouillonblokjes. En als ik alle kruiden gebruik en alle bouillonblokjes, in dit geval zitten er dan 1, maar soms zitten er 2, vind ik het zelf een beetje te zout. Dus wat ik doe, en dat heb ik bij die andere pakketten niet gedaan, omdat ik dacht, nou, ik wil toch nog even weer proberen hoe het precies zit. Ik vind het lekker als ik hier de helft van doe. De helft van de kruiden en de helft van het bouillonblokje. En dan is het echt een beetje, ja, dat vind ik het prima. Nou, de courgette gaat erbij. Maar deze ga ik dus de helft doen. Ja, maar kijk, ziet het er weer mooi uit. Prachtig. Nou, dan kunnen nu de tomaatjes erbij. Tomaatjes. En de helft van het bouillonblokje. Nou, er zijn allemaal tips nog bij, wat je allemaal nog bij kan doen. Mais en kidneyboontjes, wat sla. Hoe heet dat? Jalapeno? Ja. Echt in Spaans. Ik denk jalapeno. Kidneybone is wel echt Mexicaans volgens mij. Ja, zeker. Ja. Dat is natuurlijk ook heel erg lekker erdoor. Zo, wat veel zeg. Dat wordt weer 2 dagen voor ons hoor. Want dit is natuurlijk echt wel te veel voor ons tweeën. Dus een beetje water. Even in de magnetron een minuutje. De wraps. Een beetje met de zure room. Verse zure room. Kijk, dat wordt mooi een beetje de helft. Volgens mij kan je dat wel 1 dag bewaren in de koelkast. En dan eten we het morgen gewoon weer. Dat vinden wij niet erg, hè? Nee, zeker niet. Lekker. Geen probleem. Nee, wij vinden het niet erg om af en toe eens 2 dagen hetzelfde te eten. Als je het langer kan bewaren, doen we het soms in de diepvries. Maar dit lijkt me niet zo'n heel goed idee om dit in de diepvries te bewaren. Dus eten we gewoon 2 dagen. Of morgen eentje voor de lunch. Oeh, dat kan ook. Kijk. Zo. Ik zag dat de laatste onder mijn reacties trouwens. Er was, was iemand die had gereageerd, een moeder. En die zei, is het wel genoeg voor mij en, nou in ieder geval haar partner, laat ik het zo zeggen. En 2 opgroeiende pubers. En toen heb ik haar geantwoord van, nou ik heb gemerkt dat de ovengerechten, die lijken mij niet helemaal genoeg voor 2 volwassenen en 2 opgroeiende pubers. Maar dat kun je natuurlijk oplossen door bijvoorbeeld een lekker toetje erna te doen. Want ik weet nog toen... Milan en Enzo puber waren, maar ook Shen nu, die zijn gek op vla. En dat is natuurlijk in deze tijd ook heel handig, want zo'n pak vla, die kun je natuurlijk best lang bewaren in de koelkast. Dus je koopt een paar pakken vla, je hebt er zoveel soorten. Niet het meest gezonde, maar je hebt natuurlijk dit wel wat heel gezond is. En dan heb je wel een lekker toetje na. En als het bijvoorbeeld warm is, dan, tenminste deed ik dan altijd, een ijsje na. En de ene keer een waterijsje en de andere keer een cornetto of een magnum. Zolang je dat niet elke dag eet, is dat niks mis mee. Balans, hè? Gezond, maar je moet ook af en toe even wat minder gezond is, maar wel lekker. En dan hou je, vind ik, hele goede balans. Dus, maar goed, ik zal even een stukje proeven weer. Gaan we even kijken of het lekker is. Het is lekker. En ik heb het ook niet te lang gebakken. Het is nog lekker, zo'n lekkere bite. Het is nog... heerlijk. Nou ja, met dit erin, dat gaat helemaal lukken. Dus wij gaan lekker eten. En dan komt het helemaal Gert goed. En komt het helemaal Gert. Nee, dan komt het helemaal Gert goed. Goed Gert.
En dan gaan wij lekker eten de Mexicaanse burrito. Heel makkelijk klaar te maken, echt makkelijk klaar te maken. En het is ook nog weer eens super lekker. Dus mocht je het doen, eet smakelijk, succes. En ja, bedankt voor het kijken natuurlijk naar deze kookvideo weer, naar deze kookchallenge. En vergeet niet blauwe duimpje omhoog te doen. En natuurlijk te abonneren op mijn kanaal. Dankjewel voor het kijken. Oh, ik wil hard zwaaien. Doei!